La Tavola, Frits. Dat betekent de tafel. Ja. En zo heette jouw restaurant. Je zei net al, je had vroeger een ander bedrijf, een communicatiebedrijf. Ja. Daar ging je niet zo goed mee. En toen besloot je, ik begin Italiaanse restaurants. Ja, dat was een flash moment. Nee, het bedrijf ging uiteindelijk failliet na 7 jaar vechten in de crisis. En dat waren zware jaren. Dat is ook de reden waarom ik besloot heb niet verder te gaan in de communicatie. Omdat ik had de energie niet meer. Maar met het bedrijf en mijn huis verdween ook mijn pensioen. Dus toen moest ik een list bedenken. Ja, een alternatief. Ja, en wat ga je dan doen? Dan kun je natuurlijk bij een baas gaan werken. Maar ja, dan kun je 7 jaar de huur betalen. Maar dan heb je nog steeds geen pensioen. Dus weer een bedrijf beginnen. En dan kijken of ik dat kan uitbouwen en dan dat verkopen. En dan nee, maar dat begrijp ik nog. Maar hoe kom je nou als Hollandse kerel dan opeens in die Italiaanse keuken? Ja, een aantal redenen. Een bedrijf gezien wat een takeaway was voor Italiaanse producten. Maar dat kon beter. De Italiaanse keuken is de meest populaire buitenlandse keuken in Nederland. En dus daar de mogelijkheden in zien. En dan besluiten om een concept neer te zetten wat gaat om biologisch en eerlijk. En 100% Italiaans. Ja.